terug naar de dierenvoedselbank. Een rouwrijd zoals altijd. En waar zouden we wezen vandaag? Waar zouden we wezen vandaag? Het is hier daar lekker kleurrijk. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 27 januari 2022. En het is nu 1:15 in de middag. Ja. Ik zie er niet uit zoals je ziet. Ik ben niet lekker. Ik heb nu net alweer mijn medicijnen ingenomen. Kijk, dat kan je wel zien. Het is een smeltplet. Roos om rond de klok van 1 uur klaar. En ja, wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, lekker. Nou ja, lekker kan ik het niet noemen, maar ik ben wel buiten. Ben aan het lopen met de dames. Uiteraard, maar ik dacht eerst even politie achter me te staan. Maar nee, dat is geen politie. Hoop het toch niet. Nee, dat denk ik niet. Het is een racefiets. Maar hij lijkt er wel verdomd veel op, zeg maar. Love! Niet zo ver, schatje. Dus, maar ja. Nee, check maar. Zometeen. Daar is ik al. Ik dacht dus dat het een politie was, maar... Nee, dat is geen politie. Nope. Kijk, check. Dat zeg ik. Op een afstand lijkt het inderdaad politie. Maar nee, dat is het niet. Dus... Leed, kijk uit. Alsjeblieft met mij. Dank je. Want jij rent ook in één keer. En dan heb ik pads en dan heb ik ook weer auw. Dus dat moet ik ook niet hebben. Maar ik ga zo Ro bellen. Kijken of hij al klaar is. Dus ja... En ga ik op mijn gemakkie naar huis toe lopen. Ja, we zijn onderweg naar de dierenvoedselbank. En Ro rijdt zoals altijd. Ja. En deze dame vergaat van de pijn, maar oké. Komt ook wel weer goed. Ergens hoop ik. Toch? Jij naar binnen. En als je die dentastiks en die snoepjes kan pakken, zoveel mogelijk in je hand pakken. Zoveel mogelijk. Zet hem maar gewoon achter die ene auto met gevarenlicht aan. Hartstikke idee. Oh ja, dat kan ook, ja. Ja, dat kan ook hier. Dan hou je gewoon de kofferbak open. Hartstikke mooi. Niks meer aan doen. En daar kan Ro niet tegen, want hij moet altijd keurig binnen de lijntjes parkeren. Helemaal best. Ik vind het goed. Ik vind het helemaal best. Blijf toch wel zitten. Ik voel me toch niet. Tasje meenemen vanuit de kofferbak. Welke kofferbak? Ja, precies. Precies dat. Hou die open dan. Gewoon open. Snapt hij weer niet. Geeft niet. Nou, hier zit dan, hier bij deze deur die open staat. Daar, hier zitten ze, dierenvoedselbank. Hier zitten ze. Dan gaat de rode dus hier naar binnen. Zometeen, nou, hij gaat dus nu daar wachten. Hier.
Ik moet net zeggen, stap gewoon naar binnen, ja. Denk ik. Denk ik dat Ro dan nu pas naar binnen is gegaan. Nu pas. Want die twee zijn nu net naar buiten gegaan. Oh, daar. Oh, kijk. Dan was Ro dus al binnen geweest. Kijk. Daar komt hij al. Helemaal top. Mijn mannetje. Ja, zo'n zware tas, denk ik. Dat denk ik wel. Zo. Hij schat. Zware tas, denk ik. Ja, geen snoepjes. Niet? Nee. Waren die op? Waren er wel ergens, maar kattensnoepjes. Ja, dat en... Die mocht je niet. Hè? Dan een blik. Wat? Wat? Een blik. Ja, maar kattensnoepjes, ja? Ja, die wil er niet uit. Want ik pak er. Oh, niet? Want hij was er niet. Die andere was er. Oké. Okay. Jammer dan. Raar. Oké, okay, het zal wel. Best.
En waar zouden we wezen vandaag? Waar zouden we wezen vandaag? Het is hier daar lekker kleurrijk. Ja. Waar zouden we wezen? Wie kan het mij vertellen? Waar zijn we? Waar zijn we? Waar zijn we? Wie vertelt het mij? Waar we zijn? Vertel het eens, vertel het eens, vertel het eens. Okay, wat hebben we allemaal in de bak? Eens even kijken. Schatje. Hier, nee, hier. 50 cent dat ding. Daar is de prijs vanaf, handig. Lief. Zo, dank u dat ik er even bij mag. Wat hebben we allemaal? Een sampelbol, kijk. Doe die ook maar in de kar, lief. Ik vind het prima. Voor de rest... Nee, dat is namelijk falafel. Dat mot ik niet. Oh. Nou, Rodi is weer lekker aan het opruimen. Dat is in principe altijd ons ding hier. Hè, schat? Ja. Ik ben moe. Ro is weer moe. Dus... Huh? Spoorgang. Waar zie jij dat? Een oerham. Ja, dat weet ik ook niet. Even kijken. Even kijken wat staat er. Ja, ik denk iets met ja, de en er zit wel bot in, dus. Ik zou het wel eens een keertje uit willen proberen, maar niet voor mij nu. Voor mijn portemonnee. Doen we maar niet. 836, 2,5. Dat is goedkoper. Hoezo, hoe bedoel je? Die is... 836. Ja, 8 en 36, hè? Ja.
andere zijn 6. Even iets harder, schat, want... 6 euro en nog wat. Ja, maar waarom is die ene en goedkoper dan? Die vat ik niet. Leg het eens even uit. Prijsverschil is groter. Oké. Ja? Allemaal 2,50 nu. Maar die ene was origineel 8,36 euro. Ja. Dit is 6,38 euro. Ja. Dat scheelt 2 euro. Ja. Die is extra 2 euro nog goedkoper dan deze. Ja. Een Griekse salade. Ik weet niet wat er allemaal in zit, maar... Voor een euro ga ik deze ook wel even meenemen dan. Tenminste, iets qua eten. Oh. Ik moet echt wat meer weer gaan eten, lief. Ook al heb ik helemaal geen trek. Maar daar heb ik jou voor, omdat... 50 cent. Selfita. Nee, YouTube ook niet. Huh? Ja. Dus, nou, dit is eigenlijk voor mij nu al... Dit is voor mij nu. Ja, dit is voor mij. Rijden maar en hou die kruising kwijt. Het is groen, alleen ik ga even zo. De kruising wordt geblokkeerd nu door vrachtwagens. Waarom die kruising oprijden? Als je iets verder eraf kan. Kun je een beetje inzoomen? Yes. Nou, die gaan ze van die kruising af. Hè? Die staat al te ver. Ja. Die mag ook doorrijden, maar ik moet er een vrachtwagen voor. Hier gewoon een rotonde van maken. Ik denk dat dat een hele slimme optie is, ja. Kijk, want nu heb je weer vrachtwagens. Mm-hmm. Dan kom je er zometeen waarschijnlijk weer niet door. De Boskalis ook echt door wil rijden. Tenminste, niet op de kruising stil gaat staan, die Boskalis. De man, jawel. Ja, en zo kom je er nooit door. Nee. Ik had al langer gewoon in principe die kant op gegaan, hè, eigenlijk. Je komt er nou toch niet door. Een paar olietjes kunnen doen. Nou, kijk, hij gaat kijken. Hij is slim. Hij begrijpt het. Hé? Ben je blij dat we nou niet daar en daar niet staan? Dat we op tijd zijn, zeg maar. Dat is heel goed. Hey Google, bank rechts 30%. Ja, daar ben ik dan weer. Het is inmiddels al 11 uur in de avond. Ro en ik hebben even heel lang lekker op bed gelegen. Geslapen totdat mijn moeder me belde. Was ik gelijk chagrijnigd. Dus, maar bel gewoon niet. Doe gewoon een appje van jou. Hey, ik heb wat te melden. Als je wakker bent, bel me dan even. Dat is iets fijner. Ja, ja. En ik ga zo lekker naar bed. Ik ben moe. Ik ben kapot. Ik kan dit eigenlijk al niet eens meer verdragen zoveel. Dus ik kijk wel eigenlijk een soort van naar jullie. Maar met hele kleine spleetoogjes. Sorry. Anders, nee, dit is gewoon al te veel. En anders wordt het heel erg donker voor jullie. Dus ja, we gaan lekker naar bed. Ja. Dat is dus vlogs kijken en ja, vlogs maken als je gewoon doodziek bent, zeg maar. Nou ja, ziek. Ik ben gewoon misselijk.
kom er niet vanaf. Nee. Ik probeer morgen een beetje proactiever te zijn. Ik beloof niks. Ik probeer het. Meer dan dat kan ik niet beloven. Maar komt goed. Hou goede moed. Ik ga nog wat proberen wat te eten. Ik heb hier een salade. Ik heb daar een salade. En ja, ik heb een lekkere dit. Heb ik nog melk. En ik heb daar een fles wijn in. Die 7-Up is leeg. Ja, helemaal top. Het is zo laat. Ik heb er bout aan. Ik wil gewoon zometeen lekker slapen. Ja, en weet je wat ook leuk is? Dat is dit. Moet je maar opletten. Hey Google, lamp slaapkamer op 5%. Dit is zo nice. Heerlijk. Dus, ik ga even wat te kanen. Wat eten dus. Een hele goede morgen. Ja, ik kan niet helemaal lekker slapen. Dus, maar dat maakt niet uit. Ik ga wel even deze vlog gewoon alvast gewoon weer even afsluiten. Vond je deze video een leuk vlog? Weet ik het. Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat gelijk even zo'n leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen.